En daar werd het verkocht, geveild voor 60.000 euro. Die wilde graag dat ik gedeelte van de as van de crematie in het schilderij verwerkte. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Vriend en vandaag loop ik een dag mee met een kunstenaar. En vandaag loop ik een dag mee met John. John Nooy, en hij is kunstenaar, als in de schilderen. Daar loop ik een dagje mee. Ik ga snel, want het regent. Het is weer werkelijk ongekend. Ik ga er snel naartoe en dan zie ik jullie als ik er ben. Hoi. Hallo. Hoi. Nou, we zijn aangekomen bij John. Ja. En een van zijn leerlingen die zit hier soort van net buiten het beeld. Maar geef je hem dan een soort les? Of hij gaat gewoon schilderen? Maar Otto die schildert een paar jaar bij mij. 4, 5 jaar al. 7. Oh mijn god, zo snel gaat het. Nou, dus ik heb je leerling heel goed dus. Ja. Nou. Jawel, heel goed. We zijn ook vrienden geworden. Dus, nee, dat is heel leuk. Zo af en toe dan loop ik er naartoe of hij vraagt wat en dan... Dus je kan gewoon lekker zelfstandig? Ja, dat is ook wel het idee. Dat is ook wel het idee van de mensen die bij mij schilderen. Dat ze niet, het is geen, dat je niet de hele tijd er continu bovenop... Het is geen handje vasthouden, nee. En ik verzin iets en een opdracht of zo en die wordt uitgevoerd. Mensen gaan zelf schilderen en ik begeleid ze. Dat is het. Een soort open atelier idee. Gaat nu iemand over... Ja. Een overleden senaatslid. Een overleden senaatslid van Vindicat. Van Vindicat. Die moest beschilderd worden. Dat is altijd lastig, want je kent de persoon natuurlijk niet. Vind je dat lastig? Ja, je bepaalde. Het is een beetje gokken of iemand lijkt. Ja. Want je kan een foto is ook een moment. En je weet ook dat van jezelf waarschijnlijk, dat de ene foto lijkt je wel op. En op de andere foto denk je, nou ben ik dat. Doe je dat zo? Nou, dit is alleen om de positie van ogen en neus. Dat ik vroeger altijd vanuit je hoofd? Uit je hoofd deed, ja. Bij wijze van spreken. En dan zat je er wel eens een paar centimeter naast. En dat wil je voorkomen door dit te gebruiken? Ja, dus het eenvoudige is gewoon dat je een paar dingen gewoon even goed neerzet, een paar lijntjes. Ja. En dan ga je ik wou net zeggen, ga ik nou echt serieus ook schilderen, maar ik ben blij dat je dit zegt. Nee. Dit is gewoon een technisch hulpmiddel om de positie van bepaalde dingen zeg maar goed neer te zetten. Waarin je jezelf wat werk bespaart als het... Ja. Ik heb in het verleden wel vaak gedacht, het zit net niet goed. En hiermee voorkom je dat de neus-oogafstand, mijn mondafstand... Ja, hetzelfde eventjes... blijft. Ja, ja. Anders krijg je natuurlijk een verknipt hoofd. Zeker. Ja, wat is een kunstenaar? Ja, iemand die art... Ik denk iemand die gewoon autonoom bezig is, hè? Voor zichzelf dingen maakt en zo. De rest is het toch gewoon goed kijken hoor, en goed schilderen. Maar een beetje zeker dat bepaalde plekken even goed... Maar zijn hoofd komt dus nu een soort een beetje scheef op. Ja, ik heb hem expres een beetje scheef gezet voor de spanning. Anders wordt het zo'n pasfoto. Ja, oké. Okay. Dus je mag wel gewoon zelf jouw eigen compositie draaien. Zeg maar. Ja. Via wat krijg je het meeste aanvragen? Is dat via de mail? Is dat... Nee, meer uit privé. Privé echt? Mijn eigen netwerk, ja. Oké, dus je hebt zo, maar daar maak je ook je meeste geld op? Verdien ik het meeste geld. Dat is toch wel privé. Ja, Ja, ik zou denken via de mail of via je website, dat je wel mensen meenemen, maar dat is echt privé. Via de website krijg ik heel weinig... Het komt ook een beetje omdat dat netwerk is natuurlijk zo groot. Ik bedoel, ja. Hoeveel websites zijn er wel niet? Ja, ik weet niet, maar als je zo... Jij hebt mij ook gevonden trouwens, dus ja. Via het netwerk. Via Google. hoe oud was je toen je begon? Zo rond de 25. 24. Ben je 25? Nee, niet 75, 71. Echt? Ja. Oh, dat had ik je niet gegeven. Nee? Nee, ik denk 60 of zo. Nou, dank je. Wauw. Nee, echt serieus hoor. Ik denk mijn moeders leeftijd of zo. Ja. 69. Kijk. Ja, Otto.
Ik heb nu heel grof, zie je, een beetje opgezet en dan... En dan ga je nu gewoon... Dan kan je verschillen. Maar hoe met paaien over kleur en zo? Want nu heb je een soort... Ik heb expres een beetje... Ik heb expres een beetje een bruine ondergrond gemaakt, ook omdat ik, ja, de foto's zijn dermate slecht, dus een beetje ook in de traditie van waarvan ik denk dat het daarbij, vind ik altijd ook, gaat passen. Ja, dit ja, maar stel nou dat je hem nu helemaal inkleurt en het is niet goed, dan kan je dat gewoon aanpassen. Die kan je aanpassen, ja. Het is olieverf, dus je maakt eerst een onderschildering. Deze onderschildering is ook een olieverf. Ja. Dan ga je licht in de donkere partijen erin zetten. Ja. En dan ga je gewoon schilderen. En waar zijn jij bekend om? In het begin zeker ook op mijn kleurgebruik. Felle kleuren. Zoals dit? Ja, een beetje harde kleuren. Niet te zacht, zeg maar. Ja, dit is alweer wat later natuurlijk. Dit is wel heel cool. Verkoop je dit ook? Ja, maar dat is wel een tableau, hè, zoals dat heet. Ik verkoop ze niet los. Dus als je koopt, moet je ze allemaal kopen. Waar we het net over hadden, en dit ook. Dus als iemand nog geïnteresseerd is, moet je wel alles kopen. Ja, kijk, dit zijn allemaal zo ontstaan. Ja, een beetje. Maar die verkoop je wel. Dat zijn dit soort kaartjes of zo? Deze toevallig had ik deze. Dit zijn, kijk, dit zijn kaartjes. Ah. En dan maak ik dan tekeningen. En die tekeningen kunnen soms een beeld worden. Of soms een schilderij. Maar wat, hoe noem je dit dan? Is het dan tekenen? Of, dit is tekenen, ja. Dat doe ik met deze. Met zo'n penseelstift. Dat doe je gewoon, dit teken je gewoon zo? Ja. Die maak ik vrij snel. Want je moet er niet te veel over nadenken. Maar hoe maak je dit vrij snel? Dit ziet er zo moeilijk uit. Ja, maar dat is ook allemaal een kwestie van... kijk, het is misschien wel leuk om te zien. Wat ik net zei over... tekenen wat een beeld kan worden. Kijk, als je hier kijkt. Ah. Dit is het ontwerp. Ja, en dit is dus... Wat is de gekste aanvraag die je ooit hebt gehad? Dat je echt had, nou... Oh ja, dat was... Ja. Toen heb ik een portret van een vrouw ook overleden geschilderd. En die wilde graag dat ik gedeelte van de as, van de crematie, in het schilderij verwerkte. Dus toen heb ik de as in de onderschildering doorgemengd met de verf. Dus als in dit is dan onderschildering, ja, toch? Ja. Oké, okay, ja. En dus, tussen ze zat er een gedeelte van die as verwerkt in dat schilderij. Dat vond ik ook wel heftig. Hoor. Ja, dat is wel bijzonder. Ik weet niet of ik het heftig vind, maar ik denk misschien voor jou. Want jij zit wel met die as daar te roeren in... Ja, je zit in iemand... In een dood... Ja. Ja, in de dood iemand te roeren, oh ja. Dat is heftig. Ja, dat is best heftig, ja. En er zat ook een bepaalde geur aan. Oh nee. Ja, met dat mengen. Ja, kan het toch een soort van omhoog dwarrelen? Nee, niet echt een verrottingsgeur of zo. Want ik kan natuurlijk niet, maar er zat wel een bepaalde geur. Oh, wat naar. Ja, ik heb ooit eens, dat is ook nog eens op televisie geweest, een opdracht voor... Doe een wens of zo op het programma, op televisie. Doe een wens? Doe een wens, ja. Ja. En dan mocht je een bijzondere wens doen. En dan zochten zij iemand die dat uitvoerde, die wens. En toen heb ik van een moeder die twee kindjes verloren had. Ja. Tijdens de geboorte. Toen heb ik aan de hand van ook wel wat foto's die heel heftig waren. Die twee kindjes geschilderd. Ah, ouder, dat is mooi. Ja. Echt? Nou, gracht 187. Oh, gracht ook. Ja, jij hebt weer naast hele mooi. Blankenstein. Ja, maar toen was het nog. Ja, maar toen was het er geen reet wat jij betaalde. Dan betaalde je misschien heel wat? 100 gulden inclusief. 100 gulden? 100 gulden inclusief op de oude gracht. Wat is dat? 100 met gulden een groot is balkon. 100 euro. 40 euro. Ach, flikker op. Ja. Weet je hoeveel dat nu is? Ik denk dat je 2500 euro betaalt. Maar dat is toch ziek? Ja, maar het is ook ziek. 40 euro, oude grachtbalkon. Ik zou echt daar blijven totdat ik sterf gewoon. Ik zou echt zo'n oude taai zijn die dan gewoon nooit meer weggaat. Die komt zo maar eens even. Ja. Maar hoe bepaal je dat dan op je gevoel? Nu heb je oranje, je had ook een soort van nog... Ja, paars dan misschien net donker, maar ja, weet ik veel. Maar dit is ook nog maar het begin, hè? Ik bedoel... Het is altijd heel belangrijk dat er gewoon verf op komt, zeg maar.
Dus je groeit een beetje van groot. Je gaat gewoon beginnen eigenlijk. Ja. Maar jij wel, heb je altijd een soort plan, wel een soort standaard in je hoofd? Ja, soort... dat is ook een beetje ervaring denk ik. Hè? Dus dat je... Maar je begint nooit echt blanco. Dat je echt denkt, nou ik weet echt niet wat ik ga doen, begin maar gewoon. Nou jawel, dat kan wel, dat kan ook wel, ja, maar dat was meer in de tijd dat ik abstract werkte. En dan begon ik gewoon, dan dacht ik van ja, dat hoort vanzelf wel. Dat vind ik ook zo vreemd, met zo'n grote kwast net langs die oren. Ik had die oren al langer overgeschilderd met die grote kwast. Dat is de ervaring weer. Dus het komt er verder steeds. Zou je Kim Jong-un tekenen? Kim Jong-un? Zeker. Ja, met een passer hè, kan je dat doen. Een rond gezicht. Nee, maar in het echt. Hij mailt jou zijn, ik wil zeggen zijn management, maar zijn leider, wat heeft hij eigenlijk, weet ik veel, zijn rechterhand. Ja. Ja, het is, kijk, die voetballers zeggen altijd, je moet politiek en voetballen scheiden, hè? En dat wordt dan algemeen geaccepteerd. Maar zo ver is het natuurlijk gewoon easier, maar detail of zo. Ja, maar dat is eigenlijk makkelijker dan dit. Wel? Dit lijkt makkelijk, maar dit lijkt makkelijk, misschien is dat het wel. Dit heb je een beetje ervaring voor nodig om hoe je dat nat in nat schildert. Wat is het duurste wat je ooit verkocht? Oh, dat was bij... ik had ooit eens een keer een groot schilderij getoneerd aan... hoe heet die organisatie? Flying Doctors Gala. Dat was in Huis de Duin, ken je dat in Den Haag? Huis de Duin, een luxe. Dat was een beveiling. Noordwijk, ja, precies. En daar werd het verkocht, geveild voor 60.000 euro. Maar dat heb je natuurlijk niet gekregen? Nee, ik kreeg er niks van. Dat was voor het goede doel. Dat was wel jammer. Maar het was voor het goede doel, dus het is leuk. 60k, nice. Ja. Ja, dat heb ik daarna nooit meer gered hoor. Nee? Maar wat is dan het duurste wat je... 15.000 denk ik. Ja? Maar je krijgt dan echt 5.000 op je bankrekening? Ja. Oh, lijkt me heerlijk. Ja, dat is het lekker. Ja. 4 nulletjes zo? 4, 3 nullen, 3 nullen zo? En dan ja, maar je moet nog wel belasting over betalen natuurlijk. En je hebt je onkosten. Maar wat hou je daar over dan, de helft? Het ligt een beetje aan wat voor een... 10k is net verder. Hoor. Ja, maar... Dus je hebt goede bankrekening? Goede pensioen? Nee, ik heb geen pensioen. Helaas. Dagobert. Pensioen bestaat bijna niet in de kunst. Ja, het gaat al dicht bovenop de stapel. Het zwembad, vol weet je. Ja. Nee, ja, 50 jaar geleden. Ja, fantastisch. Nee, dat ding is 2 jaar oud, man. Oh. Dat heb ik genomen. In hoeverre is die nu af? Van hoeveel procent? Op hoeveel procent zit er nu? 20? 15? 10? Nee, je moet kiezen. Het kan geen 10, 15, 20 zijn. Nee, ik weet dat niet nooit helemaal, want het kan zijn dat okay, het... Oké, 15% dan. Kijk, dit gedeelte gaat snel, hè? Dat zie je. Dat, ja, maar, bizar. Maar het kan zijn dat ik nog lang niet zo ver ben dat ik zeg... Maar hoe bepaal je die kleuren? Ik wil het gewoon snappen. Dus je dan hier dan dit, dat lichte, en dan hier nou, dit, en dan hier heb je een beetje nog oranje. En... Ja, maar dat is een beetje, het zit gewoon op je kwast, bij toeval. Dan moet je het ook een beetje laten gebeuren. Maar als jij vanuit je precisie blijft werken, dan ga je dus met een heel klein penseeltje. Alles... Ja, maar als je maar wat doet, dan krijg je het een of andere. Ja, maar dit wat maar doen, dat is gebaseerd op heel veel ervaring. Snap je? En dat is het verschil tussen als jij het zomaar met die kwast zou gaan doen. En dan zit er. Ik kan heel goed kijken naar wat ik zie. Maar ik hoef niet miljoenen op de bankrekening. Nee, dat ik zou het gewoon goed willen hebben. En dat ik gewoon, weet ik veel... Weet je wat je moet doen? Gewoon een rijke vent trouw. Nee, dat is heel ouderwets. Dat doen we niet aan. Is het zo? Wie is we? Nou, haar generatie dan blijkbaar. Ja. Is dat zo? Ja. Sorry. Nou, er zijn er nog een paar die erin blijven hangen. Maar nee, dat blijft altijd... Nee, maar dat vind ik echt onzin. Ja, maar dat vind ik onzin. Ik hoef echt niet een man die mij gaat onthouden. Nee, ja, en als hij doodgaat of... Hij verlaat mij. Nee joh, het is veel. Weet je hoe leuk het is om zelf geld te verdienen? Zo is het, ja. Eigenlijk. Ik denk echt dat als ik mijn eerste samenwerking binnen heb en ik krijg, weet ik veel, 2000 euro van rekening, dat ik heel blij ben. Ik hoor je.
Dus ik heb het wel zelf gedacht. Jij wil niet in armoede leven. Dat begrijp ik wel. Nee, daar krijg ik heel veel stress van. Maar het is toch heerlijk als je straks ook dan... Ik ben het helemaal met je eens. Want hoe gaat dat zo'n galerij? Want daar ben ik altijd wel heel erg benieuwd naar geweest. Benader jij hun? Benaderen zij jou? Is dat 50-50? Ja, dat kan 50-50 zijn. Ja, kijk, in Utrecht zijn er al niet eens zoveel galerieën meer. Je kan met je werk naar een galerie toe gaan. Of je kan... Maar wat is een galerie? Zij tentoonstellen gewoon jullie werk? Ja, ze hebben een ruimte. Ja, zoals Galerie Morre of op de Oude Gracht ook. Of die andere, die... hoe heet die nou? Nou ja. En dan kan je daar exposeren. En zij hebben natuurlijk hun kosten. Dat is, dat moet natuurlijk ook absoluut... dat is natuurlijk ook logisch. Maar daarnaast vind ik wel dat ze erg veel percentage vragen. Dus van de 1000 euro hou ik 340 over. Oh, dat is heel weinig. Niet alleen het doel zijn, hè, geld. Het is, sowieso wel. Ik snap, ik snap dat het voor jou blijkbaar heel anders werkt. Ja, ik vind het gewoon belangrijk om te hebben, omdat ik gewoon... Ja, maar jij je bent... van dat gedoe af bent... in mijn hoofd. Gewoon, dat is gewoon de onrust in mijn hoofd. Dat ik altijd maar toch maar iets opzij moet zetten voor het geval dat. En dat ik altijd maar waar blijf te zijn. Ik ook als ik gewoon lekker geniet van dat geld dat ik heb. Ben lekker buiten geweest. Oké, doei. Nee. Waarom kom je bij ons niet aan? Nou, ik ben eindelijk thuis. Wat een fietsrit weer. Oh, wat een wind en regen. En het was echt wel een leuke dag weer. Ik heb echt alles kunnen vragen wat ik wilde vragen. Eindelijk aan een kunstenaar en aan een schilderaar, tekenaar. Want ik ben zelf ook fan van schilderen. Dat heb ik eigenlijk nog niet verteld. Of van tekenen in ieder geval. En ik heb me altijd gewoon afgevraagd hoe je bepaalde dingen krijgt. En ja, dat vind ik dan toch wel fijn om te weten dat het dus niet... Dat je dat expres zet of lijnen of dat het dus geen lijnen zijn. Maar dat het dus eigenlijk best wel vanzelf gaat. En dat het ook een heel groot deel is leren en weten en geleerd hebben. Ik wil John heel erg bedanken voor vandaag. Ik vond het echt heel erg leuk. En we gaan het in de toekomst zeker nog een keer opnieuw doen. En Otto, je was echt geweldig. Heel erg gezellig. Dus als je het nou een leuke en interessante vlog vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En als je nou een idee hebt met wie wat ik de volgende keer moet meelopen, laat dat vooral even weten in de comments of via een DM op Instagram. En dan zie ik jullie weer lekker volgende week.